voor de gelovigen, voor de christenen in ons land, zou ik hen vragen dat als bijvoorbeeld als zij geïnterviewd worden, als men iets vraagt of dat ze met iets meewerken en dat in de pers komt, dat ze altijd zouden getuigen van hun geloof zonder opdringerigheid, zonder zich op te dringen, maar ook zonder zijnen, zonder daarover beschaamd te zijn, complexloos. Want ik vind dat belangrijk, dat men hoort, want het wordt een beetje, het christen zijn, het geloof, alles wat daarmee te maken heeft, een beetje naar het privéleven verhuisd. Men zegt daar niet veel over. Ik bedoel nu ook niet, ik vraag hen ook niet, dat ze voortdurend altijd maar, we zitten toch ook niet in de missionering en reclame, dat is toch niet helemaal hetzelfde, maar gewoon getuigen dat je christen bent. En dat in veel vragen die zich stellen, want we zoeken allemaal naar een meer rechtvaardige, een meer menselijke samenleving, dat christenen daarvoor onomwonden, zonder complex, zonder zich daarover te moeten verontschuldigen, ook uitkomen voor hun geloof. Dat zou ik toch wel heel mooi vinden.